Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 92 is Exit van Mel Wallace de Vries. De meest succesvolle jeugdthrillerschrijver van Nederland. Die van 2014 tot en met 2019 elk jaar de Jonge Juryprijs won. En vervolgens besloot om ook andere schrijvers een kans te geven. En haar boeken niet langer verkiesbaar te stellen. Dus sowieso geen Jonge Juryprijs voor Exit. Wie wel eens een boek van Mel Wallace de Vries heeft gelezen, weet dat de boeken een vergelijkbaar schabloon hanteren. Jonge, enigszins inwisselbare meisjes, stereotype hockeytieners zijn de hoofdpersonages die vooral in angstige situaties verkeren, elkaar wantrouwen en sommige van hen moeten het met de dood bekopen. Je kunt zelfs stellen dat er maar weinig verhaal in deze boeken zit. De karakters worden ook niet uitgediept. Het gaat er vooral om dat er steeds gevaar dreigt en dat de lezer met zijn verdenkingen uiteindelijk wordt verrast met de plot twist bij de bekendmaking van de echte dader. Het is zeg maar de jeugdthriller evenknie van de B-film slasher movie. Ergens in de verte hoor ik een takje knappen. Er loopt een huivering langs mijn ruggengraat omlaag en opeens heb ik het gevoel dat er iemand naar me kijkt. Ingespannen tuur ik in de richting van het geluid. Maar het is zo donker dat ik amper iets kan onderscheiden. Waarschijnlijk was het een dier. De stilistische variatie van Mel Wallace de Vries beperkt zich tot een aantal elementen als het gaat om het opbouwen van spanning. Er is wat wind, er is een gek geluid. Het personage heeft een gevoel dat er iemand kijkt. Er is een fysieke activatie van de ruggengraat. Er is een kloppend hart of een keel of een combinatie daarvan. Er wordt bevestigd dat het donker is. En zelfs wordt er ergens vermeld dat wanneer het donker is, dat het nog donkerder is geworden. Het zou aardig zijn om al deze frasen eens te turven bij de boeken van Mel Wallace de Vries. Op Toen maakte Koen Peppelenbos al eens een overzichtje. Maar blijkbaar werkt dit voor jonge, vooral vrouwelijke lezers. Voor de volwassen lezer zijn het storende clichés. En na drie van dit soort opmerkingen staat de waarachtigheid buiten de deur. En de meeste van ons zullen zich ook dood ergeren aan de stemmetjes die de personages in hun hoofd hebben, die dan steeds worden benoemd en waarmee moet worden aangegeven dat ze in dubio zijn, maar waarmee ze vooral overkomen als schizofrene tutjes. Ik krijg een raar gevoel in mijn buik. Er gaat tegelijkertijd iets liefs, maar ook iets dreigends van dit bericht uit. Je bent mijn vriend, maar als je het niet doorstuurt, dan gaat er iemand dood. Please, Jennifer, doe even normaal. Dit is een kettingbrief, die krijg je zo vaak. Delete dit bericht gewoon. Maar in mijn hoofd hoor ik ook een ander stemmetje, dat steeds maar weer herhaalt dat er dan misschien iets ergs gebeurt en dat het dan mijn schuld is. Wallace de Vries moet het dus niet hebben van subtiele beschrijvingen van het innerlijke gevoelsleven van tieners. Elke emotie, angst of boosheid wordt expliciet beschreven door het personage zelf en daar zit weinig variatie in. En er is echter een stilistische vorm waar Wallace de Vries wel in excelleert en dat is het gebruik van de telefoon. Ze biedt jonge lezers pagina's met chatgesprekken, voegt berichtjes toe aan de lopende tekst, de personages raken om de pagina wel even hun telefoon aan of ze hebben het doorlopend over TikTok, Insta of WhatsApp. Aangevuld met foto's van de personages die ook nog eens om het omslag staan, creëert de auteur zo met de vormgeving een gevoel van realiteit, of in ieder geval herkenbaarheid. Ontdoen we het boek van al deze aankleding en ook van de angstige situaties waarin de onschuldige personages verkeren, dan blijft er niet zo heel veel over. Een beetje school, een beetje hockey, soms een opmerking van een ouder of een docent en vooral nog wat geroddel over elkaar. Dit zijn meisjes die school en docenten haten. Die heel vaak te laat komen. In het hele boek komen personages wel een stuk of 7 keer te laat. En die klasgenoten die vragen stellen tijdens de les maar mega irritant vinden. En ze willen zelfs geen energie steken in schoolwerk. Zelfs geen minuut spenderen aan een boekverslag over een boek dat ze ook niet hebben gelezen en waarschijnlijk ook nooit zullen gaan lezen. En daarmee zullen deze personages afwijken van de gemiddelde fan van de boeken van Mel Wallace de Vries. Want dat zijn kinderen die wel lezen en die zich dus via deze boeken kunnen verplaatsen in een stereotype hockeytrut die trots is op haar maatje XS en die zich voornamelijk om zichzelf bekommert. En sowieso zijn boeken waarin personages nadrukkelijk niet lezen een beetje als een schilderij gemaakt van vingerverf. Het is alsof je je eigen materie niet serieus neemt. Vorig jaar verscheen in de Nederlandse boekengids het artikel De Jonge Jury. Van leesbevordering tot pulpromotie van Ira van Dijk en Marie-José Klaver. Die de aanval opende op dit soort jeugdthrillers en de prijs van De Jonge Jury.
Ook zij hebben grote moeite met de personages van Mel Wallis de Vries. De meisjes zijn overwegend passief en lijken geen enkele inhoud of substantie te hebben. Ze hebben geen hobby's, behalve vloggen of soms hockeyen. In het grootste deel van het boek geen toekomstdromen en geen interessante of originele gedachten. De personages en veroordelen elkaar op hoe ze eruit zien en wat ze eten en drinken. Daar gaan hun gesprekken ook over. Hun belangrijkste kritiek richt zich op de prijs en de organisatie rondom de jonge jury. Die de prijswinnende boeken promoten en aanbevelen tot in het klaslokaal met websites, met leestips en lesmateriaal. En dat is een mechanisme waardoor volgens hen leraren die misschien niet zo belezen zijn en niet de juiste boeken aangereikt krijgen. En het is belangrijk om dit los te koppelen van de wens van de jonge lezer en van de roep uit de maatschappij om leerlingen vooral leesplezier te gunnen en ze aan het lezen te krijgen en te houden. Van Dijk en Klaver bevestigen dat de jongeren deze boeken zelf graag willen lezen, wat bevorderlijk is voor het leesplezier, maar dat deze boeken geen bijdrage leveren aan, ik citeer, burgerschap, zelfreflectie, diversiteit en persoonsvorming. Het zijn volgens hen verkeerde boeken. Stilistisch, inhoudelijk, cultureel en moreel armoedig en zelfs schadelijk. En ze hebben ook nog een oplossing waarbij ze op de stoel van de auteur gaan zitten. Ze propageren namelijk een aanwezige auteurstem die de boel een beetje relativeert. Maar ja, dan heb je wel een ander soort boek. Het is alsof je dan in American Psycho van Bret Easton Ellis, een collega van Patrick Bateman, zich hard laat maken voor een andere bedrijfscultuur waarbij stress en persoonlijke problemen moeten worden besproken. Misschien willen die brave lezers dus wel eens in de huid kruipen van een vals wicht zonder dat er een volwassen blik bij komt kijken. Thrillers zijn per definitie gestoeld op transgressie, op het overschrijden van morele grenzen. Dat is het onderdeel van het literaire spel. Er is volgens Van Dijk en Klaver dus heel veel mis met de boeken van Mel Wallis de Vries. Het probleem van het artikel is denk ik dat de auteurs zoveel punten willen maken dat de som van alle delen hier niet een krachtig geheel wordt, maar dat het juist de zwakte laat zien. Ja, de personages wonen in Amsterdam. Ja, de personages vervelen zich en veroordelen elkaar. Maar zonder veroordeling en verveling zouden we ook nooit zoveel van Frits van Echters kunnen houden. Zonder nu direct de avonden en exit van Mel Wallis de Vries met elkaar te willen vergelijken. Maar ik hoop dat het punt duidelijk is. En je kunt wel tot in detail opnoemen wat je slecht vindt in deze boeken, maar daarmee hou je de aandacht weg van het punt over de jonge jury en over het overheidsgeld dat wordt gebruikt door leesbevorderende instanties. En natuurlijk ben ik ook een voorstander van het bespreken van gelaagdere jeugdliteratuur met een diversiteit aan vertelstemmen, perspectief, personages en stijl. Maar het moedwillig verpulpen van een geliefd genre als de thriller, dat is negeren van wat leerlingen zelf willen. Sterker nog, mijn ervaring is dat leerlingen bij dit soort boeken heel goed kunnen aangeven wat er niet zo goed is of waar het schuurt. Het lezen van een boek is natuurlijk niet hetzelfde als het overnemen van een bedenkelijk wereldbeeld. En het leidt ook niet tot een transformatie tot smaakontkenner. Je zou het zelfs om kunnen draaien. Als er een leerling is die de boeken van Mel Wallis de Vries verslindt, dan is dat de perfecte aanleiding voor een docent om het gesprek aan te gaan. Dan heb je misschien geen didactische of educatieve winst, maar wel een pedagogische. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dan naar de kern van het verhaal over de prijs van de jonge jury. Het idee erachter is goed bedoeld, maar ik deel de mening dat de gevolgen ervan onwenselijk zijn. Bij een publieksprijs wint tegenwoordig, en wellicht vroeger ook al, het boek met de beste marketingstrategie. En bij deze jeugdpublieksprijs zorgt de winst er niet alleen voor dat er meer aandacht komt voor het boek dat heeft gewonnen, maar de marketingafdelingen van uitgeverijen hebben zo ook direct invloed op de lesstof door de websites voor het literatuuronderwijs en met het bijbehorende lesmateriaal. Het is alsof je de literatuurlijst voor eindexamenleerlingen laat afhangen van wie de NS Publieksprijs heeft gewonnen. Publieksprijzen hebben altijd een commerciële insteek en geen educatieve. Dus wat mij betreft mag de stekker uit de jonge jury en investeer die subsidies in boeken die door professionals zijn uitgekozen. En hetzelfde geldt voor de leespromotie via De Weddenschap, waarvan Jeroen Dera en Eva Keulen al aantoonden dat het effect van dit soort acties meer fictie is dan de boeken die er worden gelezen door de enthousiaste BN'ers. Tweede boek uit, nog één te gaan. Yes!
Met het geld dat in al deze acties wordt gestoken, zou ik jarenlang prikkelende video's kunnen maken ter bevordering van het leesonderwijs met nieuwe, goede en gelaagde jeugdboeken. Maar helaas lijkt niemand op dat idee te komen. En dat is maar goed ook, want anders zit ik straks alleen nog maar sociaal wenselijke didactische video's te maken. En net als bij sociaal wenselijke literatuur wordt niemand daar gelukkig van. Terug naar Exit, want waar ik het nog wel over wil hebben is het seksistische wereldbeeld dat in dit boek leeft. In enkele video's dit jaar heb ik bij het bespreken van boeken, bijvoorbeeld bij die van Suzanne Vermeer, al eerder afgegeven op de patriarchale denkbeelden die erin zitten. En als volwassenen naar jeugdboeken kijken, maar ook naar films en naar videoclips, dan lijkt zich altijd nog net even iets drukker te maken over de vooroordelen en stereotypen die worden gepropageerd. Waarom heb ik met hem gezoend? Omdat je dronken was, omdat hij de hele avond zo lief en geïnteresseerd met je praatte. Omdat je er niks achter zocht toen hij je meenam naar een slaapkamer boven. En toen hij je hand naar zijn kruis duwde en vroeg of je dat vervelend vond, schudde je je hoofd. En je vond het ook prima toen zijn hand tussen jouw benen glipte. Maar toen hij een condoom pakte, je benen uit elkaar duwde en je wel nee wilde zeggen, wist je niet meer hoe dat moest. En kon je alleen nog maar verschrikt aankijken. Dit meisje beschrijft duidelijk een verkrachting. En ze wordt overigens volgens Amerikaanse slasher-traditie 4 pagina's later vermoord. En je kunt altijd beter maag blijven in dit soort genres. Het fragment draait hier om de afwezigheid van toestemming. Het niet geven van consent, zoals het tegenwoordig heet. Ze schudde nee, maar hij bleef doorgaan. Ze heeft er niets tegen haar vriendinnen over verteld. En na 1 appje heeft de betreffende jongen ook nooit meer iets van zich laten horen. Verderop in het boek wordt er een liefdescène beschreven waarin er wel sprake is van consent. Onze kussen worden feller en ze duwt haar heupen tegen de mijne. Haar hand aait mijn navel, de heuvel van mijn onderbuik. Ze trekt steeds kleinere kringetjes totdat haar vingers tussen mijn benen stil liggen. Is het oké als ik verder ga? Vraagt ze. Ja. Om te bewijzen dat ik het meen, duw ik haar hand verder naar onderen. Bij deze lesbische vrijage, die overigens in behoorlijke bedekte bewoordingen wordt beschreven, censuur van het lichaam is genormaliseerd in deze boeken, is er wel toestemming en het meisje blijft dan ook leven. Je zou kunnen stellen dat de auteur hier indirect relativeert en normaliseert. Van Dijk en Klaver zouden er blij van worden. Toch is die relativering niet helemaal overtuigend. Zo zit er ergens een terloopse opmerking over een lokaal voor LGBTQ+ leerlingen waar elke maand meer leerlingen bijkomen. En ook omdat het meisje in kwestie even later ontkent dat ze lesbisch is. Ik heb moeite om mijn ademhaling onder controle te krijgen. Ik wilde het je vertellen, maar dat heb je niet gedaan, zegt ze uiteindelijk. Ik vertel je altijd alles. De halve school is lesbisch, dat maakt me echt niet uit. Maar ik ben niet lesbisch. Wat ben je dan? Ik weet niet wat ik moet antwoorden. Het lijkt wel of alle woorden in een knoop vastzitten in mijn keel. In een traditioneel coming-of-age verhaal zou dit meisje gaan uitzoeken wat haar identiteit is. En dat uiteindelijk naar buiten dragen. En daarmee zou ze dan een vriendschap moeten verbreken of juist empathische woorden moeten ontvangen. Maar in Exit blijft het bij de mededeling: ik ben niet lesbisch. En dat past wat mij betreft bij de alles overheersende misogynie, de vrouwenhaat in dit boek. En daarvoor moet ik even een zijstapje maken naar een succesvol emo-popliedje uit 2007. Namelijk Misery Business van de Amerikaanse band Paramore met frontzangeres Hayley Williams. In een korte muziekdocumentaire van het YouTube-kanaal Trash Theory geeft de maker een overzicht van de controverse rondom dit ogenschijnlijk onschuldige liedje. Waarin de zangeres afgeeft op een populair meisje met een ideaal lichaam die haar crush heeft verleid. Maar uiteindelijk komt ze als overwinnaar uit de kast en kan ze de jongen toch versieren. In het puriteinse Amerika kreeg vooral de zangeres Williams het verwijt te horen dat het liedje antifeministisch zou zijn en aan slutshaming doet met een zin als "Once a whore, you're nothing more." De band besloot in 2018 het nummer om die reden niet meer op te voeren. Volgens de zangeres was het een foutief wereldbeeld uit haar eigen jeugd. Sinds dit jaar speelt de band het liedje overigens weer wel, met dank aan Billie Eilish. Maar nog wel met een disclaimer vooraf en Williams zingt het woordje hoer geloof ik niet meer. What I'm trying to say is a word. And if you're cool, you won't call a woman a whore because that's bullshit. Maar goed, wat heeft dat nu met Exit te maken? In dit boek zit diezelfde misogynie. Meisjes worden aandachtshoeren en sletten genoemd omdat ze misschien wel seks hebben gehad met een jongen. En op de psychopagina's van het kwaadwillende personage dat verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moorden, is het aantal keren zoenen en seks van een meisje belangrijker dan haar populariteit op social media. Kijk, ik heb geen problemen met misogyne personages of met liedjes of boeken. Natuurlijk wel met de misogyne culturele traditie. Maar die los je niet op met het cancelen van een liedje of van een boek.
Maar er hoort natuurlijk wel een soort verantwoordelijkheid bij, zoals Paramore dat letterlijk uitdraagt tijdens hun shows. En Mel Wallace-Vies doet dit volgens mij niet. Integendeel, samen met de uitgever roept ze jonge meisjes op om covermodel te worden voor het volgende boek. Waarbij ze ze dus vraagt het gezicht te geven aan die misogynie. Het is haast een vorm van aanzien. Tieners, wel meisjes als jongens, moeten een hekel aan elkaar kunnen hebben en elkaar onvriendelijke benamingen kunnen geven waar ze dan hopelijk later dan niet meer zo trots op zijn. De zangeres van Paramore schreef Misery Business toen ze zelf een tiener was. Maar het kwalijke bij Exit is dat Mel Wallace-Vies een volwassene is die van misogynie zo'n beetje haar handelsmerk heeft gemaakt in al haar boeken. En ze lijkt er ook niet van af te durven of te willen stappen. En daardoor zit ik met de vraag, ben je nu een schrijver die spannende boeken wil schrijven en die wil verrassen? Of ben je je gemarketeerde seksistische meldkoe aan zoveel mogelijk zuiginstallaties aan het bevestigen totdat de boel een keertje instort? Vroeger zouden ze Mel Wallace-Vries een broodschrijver noemen, een disqualificatie voor een schrijver. Maar wellicht kunnen we nu beter spreken van een café haverlatte schrijver of ik schrijf als mijn kinderen naar school zijn en ik geef gewoon elk jaar een boek uit dat op de vorige lijkt, schrijver. En als je die opmerking beledigend, vrouwonvriendelijk en onnadenkend vindt, dan snap je ook precies wat ik zo kwalijk vind aan dit boek.